Hey! Kom, kom, ik ga laten zien. We hebben, Luca en ik zijn net op een wandel geweest in het pittoreske Bintam. En we hebben bloemetjes geplukt en dan mooie boeketjes gemaakt voor de tafels. En het geeft echt super mooie zomers hier. Want de zon schijnt, het is echt al voor het eerst sinds lange tijd stralend weer. Kijk. Mooi, hè? En dit is een asbakje. Ballonnetje. En liegen. Dat is eigenlijk hetgene waar ik voor moet komen vanavond. Nog iets? Welkom bij het springkasteel. Om een schaal te krijgen van hoe groot het is. Elise, hoe groot ben je? 1,55 meter. 1,55 meter is Elise tegenover het springkasteel. En is even de... Voelie, hè? Kom aan. Hey girls, wat zijn jullie aan het doen? Bloemetjes aan het plassen. Oei, ik sta los in jullie zaad. Sorry. That's what she said. Pardon? Water geven. Ja, ja, hier genoeg ook steen vocht tussen. Toevoegen. En dan mengen. Voor de bodem. Hoe zeg je dat? Ik ga loslaten. Nee, drie. Bodem. Ik ben geen... De bodem. Consistentie. Ja, dat is het. Ja, ik begin wat ik moet doen eigenlijk. Daarom schrijft de top, hè, Slimmer. Waar wel we als S. Ja, en dan. Springkasteel, drie man, Elise. Ik kon het wel denken. Shift 1 is al begonnen. Het is 5:20 en we zijn om 4 uur begonnen. Over 10 minuten kunnen de mensen ook gaan eten. En wij staan aan de ijsjes. Maar er is nog niemand die een ijsje wilt, maar we zijn ondertussen nieuwe dorstkaarten aan het maken. Want ja, onze oude dorstkaartjes zijn we kwijt, die vinden we niet meer. Super spijtig. Kijk hoe mooi deze ringen zie ik net heb getekend. Oh, very pretty! Truffels van de Bracks. Ik heb net lekkere truffels besteld. Ik ga zelfs eentje proeven. Helemaal, ik heb vandaag mijn pakje aangekregen van Tato Eke en ik ga nu unboxen voor jullie. Het is een heel leuke verpakking. Goed verpakt. Oké, de eerste truffel. Scary. Nee, wil iemand proeven? Ja, maar je mag gewoon dat zo hebben. Ja? Lekker. Lekker. Jullie ook proeven? Ja. Lekker. Hallo. Ik ga jullie even meenemen naar het springkasteel. Ondertussen hebben we al een beetje volk hier. En we hebben allemaal een eigen shift. En er zijn dus ook 2 mensen of 3 mensen bij het springkasteel. We gaan nu eens kijken wie daarbij zit. Luna, Luca en Maart, als ik me niet vergis. Hier zijn de kindjes. Hallo. Hi. Hey, hoe gaat het hier bij het springkasteel? Er heeft nog maar 1 kleine geweend. Oh, stop. Die waren eigenlijk de 1 en 2. Ja, de 1 heeft al 2 keer geweend. Ja. Dat valt nog mee dan. Ja, dat valt heel veel mee. Nog geen gewonden. Nee. Wat ben je aan het filmen? Dat is voor Nina haar vlog. 2, let's go! Ik heb gehoord dat Nina daarnet de moestuin al even gevlogd heeft, maar nu is hij dus afgewerkt met een hekje. Helemaal gedaan door Marit en Luca. Heel mooi. Nina gaat nu haar eerste ijsje maken voor Lauranne. Disco-bolletjes. Waar is onze kassa? Die hebben we niet. Die staan de kassa. Dat is mijn drankkaarten, we hebben geen kassa nodig. Een bolletje chocolade en een bolletje vanille? Nee, ik heb maar 1,5 euro. Ah, alleen een bolletje chocolade? Nee, vanille. Sorry. Oké, okay. Ik neem hier uit het bakje de ijsjes. En dan het moeilijkste van alles is deze bak open krijgen. Kinderslot. Daarnet heb ik er echt 5 minuten. Oké, het is gelukt. Hier is de ijsbak. En dan schep ik er ijs. Zo. Een extra grote bol. Kijk eens. Wauw. En dan. Zo. Een beetje klikken. Dat is echt zoals in de films. Een beetje duwen. Oké, wacht. En nu. Komt nog. Discobolletjes, hè? Ja, ja. Oké. En dan doen we dat zo, daarvoor. Zo. Oh, ja. Yay!
Perfect. En nu de test. Ik ben een ijshapper, hè. Ze stikt gewoon los haar tanden daarin. Goed gekeurd. Toppie. Hallo, ik ben ook eten mogen gaan halen. En ik ga je laten zien hoe rijkelijk mijn bord gevuld is. Kijk eens. Ik ben gegaan voor een bergappelmoes met sla, olijven, pasta. Er was ook pasta salade, maar ik ben voor de droge pasta gegaan. Super lekkere eitjes of zo die ik eens ga proberen. Het zijn olijven, geen jalapeno's, Elina. Een Turks broodje. En of course de kip die ik op een apart bord gelegd heb, want anders... Het past er niet meer bij, hè. Het gaat niet, hè. Hier, Elise heeft ook al haar lekker bordje. It looks good. En Hanna heeft mijn site gehoord. Zo leuk. Ah, mijn haar was er niet genoeg. Ja, en dit is Lorena Dream, jongen. Dat is en dit nee, is Hanna interpretatie. Nee. Ik zal het zo. Met de kuiltjes en een adamsappel en een tand. Ik moet een tand voorstellen. En uiteraard een zeepje. En hij denkt aan sterretje. En het sterretje is Hanna. Dit is Hanna. Dag vlog, dankjewel om te kijken. Dit was Kip aan het spit. Oh, voor mij ook. Kip aan het spit. Dank je, guys. Nee, ik had gewoon een frisari en sorry. Out! De hardwerkende mens. Oei, heftig. Dat zie je met de camera en al. Dank u wel. Doei.